Yo mensen, jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jesper. En vandaag gaan we... Nee. Hoe heet het? Frick 'em Down Challenge. Frick 'em Down Challenge. Let's go. Oké, welkom als jullie... Wat? Hoe zeg je dat dan? Oké, welkom bij deze video. Super. Vandaag gaan we de Frick 'em Down Challenge doen. Van jou is het. Wat houdt het in? We gaan zoveel mogelijk Frick 'em Down eten. We hebben er 200 gehad. Waarom gaan we dit doen? We hebben net een anderhalf uur liggen bakje in de keuken. Frituren. Dan denk dit ik, is het. Dit, nee, hè? Nee. Kom nog twee schalen. Dit is het letterlijk. Dit gaat niet eens lukken. Waarom hebben we dit gedaan? Het wereldrecord was 25. Ja. Nee, dit gaat weer te ver. Oké, gaan we beginnen? Ja, ik wil even drinken. Eerst, oh ja, we hebben trouwens saus erbij. Anders krijg je het misschien niet meer door je mond heen. Nee, we hebben op internet gelezen dat je van saus moet wisselen af en toe. Ja. We hebben vergiezen zoals gedaan. Om de smaak te veranderen, ja. Anders lukt het gewoon. Doe meer water, ik heb dorst. Dit is gewoon echt de meest random video die we gaan maken. Mm-hmm. Eerst even wat drinken, want het kan een beetje zakken in je maag. Op leven, Rick. We hebben wel gewoon normaal ontbeten. We hebben research gedaan. dat je wel moet eten. Ja. Maar, ja. We gaan gewoon beginnen, denk ik. Zet hier wel hoeveel we erop hebben. Ik streef eigenlijk naar... 10. 10. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat je na 5 zit je al echt zoveel. Als ik het nu zie, dan denk ik, kan ik easy zo'n stapel op. Begin ik. En? Lekker. Ik weet niet of ik veel zou moeten pakken. Niet slecht. Nee, maar ook niet zo. Ik weet niet hoe snel ik moet eten. Ik voel hem wel lang in maag. Kan je wel zeggen dat het niet echt gezond is? Nee. Misschien moet je niet zoveel met saus beginnen. Nee, ik denk dat het gewoon droog beter. Eerst droog en als je niemand door je strot krijgt, dan saus pas beginnen. Eentje op. Eerst eens op. Ik heb eerlijk gezegd, honger. Ik heb eigenlijk al genoeg gehad, maar ik wil wel door. Ik ga ze goed perforeren, of hoe dat ook heet. Perforeren? Ja. Ik wil de tweede. En lekker dat die is. Ik voel die vieze Frick 'em Down smaak al. Ja, en die curry. Oh, shit. Ik voel het stapelen, opstapelen in mijn buik. Dat is niet goed. Precies zo'n stukje over. Nummer 2. Nee, niet te veel drinken. Ik weet niet wat verstandig is. Oh, klinkt allemaal zo leuk, maar waar? Dan beginnen we weer aan. Even sowieso. Kun je geen nog eten of wat? Tuurlijk, Rick. Dan gaat hij weg. Ik krijg er steeds minder zin in. Nou, ik heb er al geen zin in. Ik kan mijn mond niet eens meer bewegen. En lekker dat is. Ik zit er gewoon heel het saus te wachten. Ik denk dat ik hierna een eeuw geen frikandellen meer ga eten. Ik krijg je nachtmerries van. Ik heb er nog te veel op. Nog geen 3. Ik moet iets rustiger aan gaan doen, dat merk ik wel. Er is een vrouwke die komt als 8 op. Normaal kan ik best wel veel op, maar... Soms denk ik lekker en soms denk ik oei. Oh, nummer 3 trouwens. Dat was nummer 4 al, toch? Nummer 3. 1, 2, 3. Voor de duidelijkheid, Jesper's stapel was een beetje niet echt precies zo. Ik denk echt geen zin meer in. Ik voel ook gewoon naar boven komen, heb je dat ook? Gewoon deur tanken. Mayo, dat is denk ik niet goed. Als ik nu in de frietkrab zit, zou ik echt zeggen van, nu hoef ik niks meer. Nu heb ik genoeg gehad. Jullie denken wel, dat denken wij ook. Oh, dan kan ik echt schoft ik al de hele bord op. Ik had van tevoren zelfs 10 kan ik er minimaal op. Dat is de 4 al, hè. Dat betekent dat je nog een keer zoveel moet en dan nog 2 erbij. Mm-hmm. De wereldrecord is 25 in een half uur. Dat gaat toch niet? 3. Ik voel me gewoon echt ziek worden. Gast, ik kan het toch meer als 3 op? Ik heb er pas 3 op. 4. Normaal pak ik 2 snacks bij de friet en dan de friet. Dan zit ik echt bomvol. Dus dit kan nog wel wat mee. Oh, misschien zijn ze koud wel beter naar binnen te werken. Ik ga ze een kan proberen. Wat echt zwaar. Ik heb zin in mijn hoofd. Je zit 1 voorgesprongen op mij. Fremma's deur. Ik hou echt niet van zo'n challenges. Ik ook niet, man. Want ik weet gewoon dat ik hierna helemaal buikpijn heb. Waarom hebben we dat trouwens 200 gehaald? Voor de views. Ik ben gewoon eerlijk. Het ergste is nog als je dag op moet staan. Ik word misselijk een beetje. Ik ben al misselijk. Bijna. 5. Ik moet even gaan staan, een beetje op. En ik mag rustig deur eten. Ik doe dit nooit meer. Ik ben oprecht misselijk. Ik heb dat nooit bij het eten, maar nu heb ik dat echt.
Van het beseffen dat je nog moet dooreten. Ik dacht, ik ben er. 5. 4. 3. Ik heb nog 4 op. Ik moet echt even rust. Dat heb ik net gedaan, maar het helpt echt niet hoor. Oh, het is echt heel zwaar. Ja, en wat doen we met de overgebleven frikandellen? Ik besef niet pas dat jullie zitten te kijken naar mensen die frikandellen eten. Heb je er bijna 6 op? Daarom nog 4. Oh shit, man. Oh nee, dat haakt ook. Die curry ga ik niet meer eten. Multivitamine. Nee. Jawel. Dat is zwaar. Dat is juist fijner. Dat bouwt leugen op. Ja. 6. Oh jong, ik ben misselijk. Ik kan echt denk ik niet meer. Hoeveel ben je er nog op? Dit is mijn 5e. Ik durf geen hap meer te nemen. Nee, ik ben bang dat ik moet opgeven. Kan die gast 25? Nee, dit is... Ik kan er nog niet meer kijken. Eens kijk die stap. Ah, oh, krijg je echt nog meer. Pak je als multivitamine, Rick. Oké jongens, ik heb even wat multivitamine gepakt. Of iets anders als water. Ik weet niet of dat gaat helpen. Ik weet het ook niet. Misschien dat het dan een beetje... Smaakverwisseling. Ja, ik ben de tel bijna kwijt. Dat is een 5 minuten wel. Of zo, ik weet niet. Het zal wel in beeld zijn. Flink van mij, misschien helpt het wel. Ik ga gewoon rustig eten. Als er geen YouTube aan hebben, zal het laat maar zitten. Ik ga niet eens meer praten. Een 6 beter dan... Nummer 8. Ik ga gewoon voor de 10. Ik weet niet of ik er 5 of 6 op heb. Ik vind al maar 2. 3. 3 frikandellen zijn echt veel hoor, vooral als je er al 7 op hebt. Ah! Ik kan je van zeggen, ik hoef de komende 3 weken niks meer te eten. Ik ga nu ook gewoon door. Ik ga nu gewoon door blijven eten. Ik zit er helemaal doorheen. Ik ook. Holy shit. Yo, only live once. Ik schrik er maar voorbij. De 8 is op. Shit, hé. Nog 2, hè? Stuk, ga naar. Dit stuk zit gewoon in mijn buik. Ik heb bijvoorbeeld mijn 6 op. Of 7. Denk 6. Oei joh. Sorry. Nou, we waren zo'n heilige samen. Ik hoop dat ik al dat wel heb. 10 gaat me wel lukken. Moet wel. Deze nog en dan nog 1. Oh shit. Zo. Ik ga nou echt over mijn grens heen. Daar ben ik al voorheen. Ik ga daar een uur op de bank liggen. Met niks in. Ik ga een uur op de pot zitten. De 10 gaat echt heel lastig worden. Waarom kun je niet gewoon door eten? Ja, gast. Nee, ik heb het niet over jou, maar waarom kun je niet gewoon door eten? Kost je er eindelijk gewoon alles uit? Dat heb ik geen zin. Nee, dat gaat niet moeilijk. Dat gaat moeilijk worden. Dit drankje is serieus goed. 25 en een half uur. Dat kan niet. Dat kan toch niet? Na deze moet ik echt stoppen. Doe veel curry. Nee. Dat deed ik net. Ja, dat deed jij net, ik niet. Het gelijk makkelijker dan ben. Nee. Multi. Multi is wel extra redden. Ik heb zin in Fortnite. Dat ook nog eens. Dit is de 10 wel, hè? Ja, dit ding. Als ik ernaar kijk, dan denk ik echt, dan krijg ik niemand naar binnen. Oh, mijn buikpiet. Ja, dat had ik net al, hè? Dat ding niet, hè? Dat ging vanzelf. Dat heb ik nog niet ook. Hoeveel heb jij erop? Het is nog steeds je 5e. Nee. Echt? Grap in mijn 7e. Of 8e, ik weet het echt niet. Of 7. Of 6. Ja. Wat een. Voelt het goed? 10. Oh, dat voelt niet goed. 30. Nee. Jawel. Het gaat niet meer. Jene. Ik ga het gewoon door. Hallo, ik ben misselijk geworden door jullie frikandellen. Zegt u? Ik ben misselijk geworden door jullie frikandellen. Misselijk geworden door onze frikandellen? Mhm. Hoe uitziet dat? En wat verwacht u van ons? Ja, ik heb er nog 10 op en ja. Dus 10 op en dat viel een beetje verkeerd. Ja, heel verkeerd. Ik heb 100 keer een frikandel minder misschien. Maar goed, ik neem aan dat dit een grap is, dus... Dat is geen grap. Nice. Sorry, moest ik even uiten. Oké jongens, ik heb er 10 op. Ik kan echt niet meer verhelden. Of ik zie volgens mij. Ja, we zien wel hoeveel we erop hebben. De batterij is bijna leeg. Ik zit er in ieder geval. Ik heb wel echt dorst. Echt dorst.
Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, een blauw duimpje omhoog als jullie respect voor hebben, want het is nogal zwaar, zal ik jullie zeggen. Echt zwaar. Het lijkt niet zwaar, het is richtig zwaar. Jongens, dus als jullie het zelf willen proberen, kan je proberen. Wat gaan we deze frikandel doen? Opstoken. Konijnen geven, opstoken. Ik wil gewoon echt... Hey, hoi! Moet je niet!